What's your name? Mustafa. Mustafa, okay. Mr. Mustafa, he's taking me to upstairs. Goedemiddag allemaal. Ik ben nu in Turkije, in Kustas. Ben ik op een vakantie. En waar zijn mijn vakantiehangers? Nou, ze zijn er hier niet. Dan ga ik alleen op pad. En waar ik wil naartoe is Ephesus. Ephesus is een kleine bergen. Dat is gewoon een beetje beroemd in deze stad. Ik neem jullie straks even mee. En zullen wij even zien wat wij tegenkomt. En die twee vakantie aangaan van mij. Lig lekker bij de zwembad. Lekker bruin worden. En ze maken wel zorgen over mij, want ik ben de enige vrouw. En wij zijn in een vreemde land. En je weet maar nooit wat zou op pad tegenkomt. Dat laat maar hopen, dat zijn allemaal positieve dingen. Dus ik maak wel een beetje zorgen. Helen, hoe ga je naar Ephesus? Wil je de Domus pakken, zeg maar de kleine bus? Of wil jij de speciaal taxi bestellen? Ik zei ja, speciaal taxi, dan zit ik ook met die man de hele tijd alleen in de auto. Dus ik ben een vrouw en ik ken de weg niet. Waar die taxi mij naartoe brengt is altijd heel spannend. Dus dat durf ik ook niet. Als ik in de Dom moest zitten, in een kleine busje, dan zitten nog heel veel andere lokaal mensen en ook heel veel toeristen. Dus daar ben ik wel, dat voel ik wat veilig. Dus wel heel lief van Martijn. Ze zei ja, in ons gevoel beter pak je de Domus. Zijn wij met z'n drieën op een vakantie in Turkije. Straks wij met z'n tweeën terug naar Nederland. Ze zou iedereen vragen, waar is de tante Helen? Dus Martijn zei, dat zou ik wel even zeggen, heb ik jou gewoon verkocht in Turkije. Ephesus is ook 2000 jaar oud. Als je toch in Kustas bent, nou, vind ik, moet ook even op het zoek op dat plek. Let's go, mensen. Ik ben nu vlak bij Domus, zeg maar de kleine buurshalte. En het is gewoon een paar minuten lopen, dus vanaf hotel. Lekker dichtbij en straks pak ik, ik denk ongeveer 20 minuten de bus. En dan ben ik gewoon daar. Dus volgens mij net een bus net wegrijden. Ik moet nog even 20 minuten wachten. Om de 20 minuten kom ik naar Domus. En dan wacht ik tot de volgende kleine busje komt. Look. Hier is de Domus aan. En hier kom ik vandaan. Zo. This one, I'm going to take it. En deze halter, als je naar de stad gaat, dan pak je gewoon deze. Even snel oversteek. Kom naar een andere kleine beurs. Nee, vrachtwagen. De chauffeur gaat klein geld van mij teruggeven. Het is 1 euro. Nou, best wel goedkoop. Nou, dit is de Domus. Niet zo groot. Er zitten ook niet heel veel mensen op. Oh, ik kom er echt een hele lieve man tegen. Ik stap in de Domus en ik betaal met de 10 euro. Mijn ticket is gewoon 1 euro waard.
Ook heel veel Chinees, heel wereldwijd, overal Chinees natuurlijk. Dus ze komen overal naartoe, hele wereld reis maken. Ze spreken over Mandarijn. Dat is wel gezellig hier. Ik ga nu ticket halen. Hallo. I won't buy a ticket. How much is that? $40. You don't no. Also, you can change from shop. Oh, okay. I will change first. Okay. I change my money with this guy, and he's going to explain how I go to inside to take a look. The main street from Ephesus. Iman van zo net, hij leg even uit. 100 meter later. Dan moet ik daar nog even een leuk fotootje van maken. Als je dichtbij loopt, dan kan je niet echt een leuke foto van maken. Dus ja, genoeg toeristen hier. Deze stadion, net als het Olympisch stadion. Hier heb jij. Via deze straat ga je helemaal naar de andere kant en dan kom je aan bij de zee. En daar ga je wat exporten dingen met een schip naar andere land brengen. Dus deze stadion kan wel 25.000 mensen hier zitten. Yeah.